In het oude vesting- en vissersstadje Woudrichem, bekend als Woerkum, vond op Hemelsvaartdag weer een traditioneel en uniek evenement plaats. We zijn vandaag in Woudrichem, in de vesting van Woudrichem. En we gaan vandaag meemaken het Woerkums kampioenschap visbakken. De vis wordt gebakken in een stalen bakpan, zoals de vissers dit vroeger ook deden. De pannen worden verwarmd op een nostalgisch houtkacheltje, een vuurduveltje genaamd. We doen dat al voor de 24ste keer. En er zijn een heel aantal visbakkers die ook al vele jaren meedoen. En de wedstrijd blijft natuurlijk altijd een spannend element. En daarvoor krijgt iedereen zo zijn vis uitgedeeld op een bepaald tijdstip. En dan verzamelen we dat in de jurytent. En dan wordt die gekeurd. Geur en smaak en hoe die eruit ziet. En uiteindelijk krijgt hij daardoor een beoordeling door 3 juryleden. En die totaaltelling, dat wordt dan de einduitslag van de vis. En datzelfde gebeurt met poon en met zalm. Dus we doen dat 2 keer. Eenzaam loop ik door de straten. Diverse visserskoren verhoogden de feestelijke sfeer. En ook dit jaar mochten de demonstraties van enkele met de visserij verweven ambachten niet ontbreken. Ja, met een hoop gezelligheid hoop ik en veel mensen die hier langs kunnen komen. En het lijkt me toch de moeite van het bezoek even waard. De vesting van Woudrichem is erg mooi. We hebben hier bier, we hebben koren, we hebben vis. Nou, wat willen we nog meer? Ruim 30 amateur visbakkers, zowel uit Woudrichem als de Weidse regio, streden om de titel Woerkums kampioen visbakker 2019. Ook oud-kampioenen waagden opnieuw hun kans. Allemaal gewoon hoor. Vaak nummer 1 geweest. Nu doen we pas weer mee, maar ja, dan moet je er helemaal weer in komen. Hè? Dus dan word je zomaar niet meer nummer 1. Wij bakken er niks van. Nee, is dat echt zo? Dat klopt, ja. En vorig jaar hebben we met die slogan gewonnen, dus daarom dit jaar weer. Zit daar het geheim in? Ja, beste mix, hè? Dat is het belangrijkste. Maar we doen het voor de eerste keer, dus we hebben geen idee wat we aan het doen zijn. Nou, dan kan je toch even goed kampioen worden. We zijn wel. We hebben de beker al meegenomen. Isa had een nieuwe kampioen van dit jaar. We gaan voor de winst. En lukt het ook wel eens? Nee, dat lukt niet. Maar we blijven ons best doen. Ja, bedankt. Gaat ie goed, Johnny? Vorig jaar gewonnen. Wat denk je nu? Ja, proberen hè, om weer goede vis te bakken. Nou, ze pruttelen lekker. Ja, gaat goed. Ze bakken goed. In ieder geval. Ze kleuren dan mooi. Dus goede hoop. Ja. Ik hoop het van wel. We komen er wel, hè? Hoe gaat ie? Gaat prima, uitstekend. Lekker warm. Heerlijk is het. Dat legt toch wel een grote druk op je been, ja? Als oud-kampioen zo'n grote rij met mensen. Nee hoor, helemaal niet. Gewoon rustig blijven en gewoon doorgaan met bakken. En de mensen die wachten toch wel op dat lekkere visje van ons. Ja hoor. Ja. De gaarheid zie ik al, die is al veel beter dan anders. Ja. En, ja, het proeven lukt. Het is, we voelen hoe vettig het is. Dan gaan we proeven en kijken naar de kleur. De kleur is niet goed. Serieus, kijk ik kritisch. En ik vind hem erg vet. Kijk eens, heel mijn handen zitten onder de olie. Deze is vet. Dus die gaat het niet worden? Die gaat het absoluut niet worden. Naast de keuring door de jury is er ook voor het publiek volop gelegenheid om te proeven van de lekkere vers gebakken vis. Hoe smaakt hij? Heerlijk. Fantastisch. Zoals vis hoort te smaken. Echt zuiver. Ja, heerlijk. Die uiteindelijk de allerlekkerste heeft gebakken, dat werd bekendgemaakt door burgemeester Frenzel. En dan de eerste prijs van de visbakwedstrijd 2019 Woerkum, gemeente Altena, Jannie Timmermans. Ook ter nagedachtenis aan haar man die dit allemaal heeft bedacht. De Henk de Kok trofee. Jannie, voor jou.